De mbo-school in het World Horticenter is al sinds september in gebruik, maar nu is ook de demokwekerij bijna klaar. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de moderne kas af te krijgen. Om straks de kwekerij te bezoeken loop je eerst door de expositieruimte met 70 stands. En als eerste komen we in het ketelhuis. Het ketelhuis verwarmt ook de school, het World Horticenter en de afdelingen van de demokwekerij. En straks als de triasboring gereed komt, dan hopen we, gaan we vanuit dat we daar ook warmte van gaan krijgen. Zodat het hele complex verwarmd gaat worden vanuit de aardwarmte. Vanuit het ketelhuis komen we in de afdelingen waar de proeven worden gehouden. De eerste Phalaenopsis planten staan al in de afdeling. Het onderzoek wat we hier gaan doen betreft hoeveel licht kan je toelaten op een Phalaenopsis plant. En wat gaat de plant daarmee doen? Op naar de afdelingen die op een haarna af zijn. De planning, er zijn hier 36 afdelingen. Daarvan zijn er morgen om 12 uur worden er 28 van opgeleverd. Deze gaan we dan volgende week inrichten, zoals je hierachter ziet. En dan in week 1 gaan er 4 afdelingen vol. Vanaf de derde week in het nieuwe jaar zal de kwekerij volledig operationeel zijn. Peet van Adrichem zal, als alles klaar is, stoppen op de demokwekerij. Ik denk als dit hele project gewoon er staat, dus echt helemaal af is. Dat duurt nog wel een paar weken, maanden, niet al te lang hoop ik. Dan denk ik gewoon dat het voor mij weer een nieuwe fase aankomt. Waar ik weer mijn eigen ga bezighouden met... Ik zal niet zeggen leuke dingen, want dit was erg leuk. Maar gewoon weer andere dingen, innovatieve dingen. Ari is teeltmanager en zal veel taken van Peet overnemen. Wat ik van Peet geleerd heb is vooral heel veel vrijheid. Eerst de keus maken en dan naar Peet toe van Peet, ik heb gekozen voor dit. Hoe denk jij daarover? Peet is heel innovatief. Denkt hij na? Nou, dat is voor de proeven die wij doen natuurlijk heel handig. Zo ben ik ook heel benieuwd hoe de nieuwe directeur daarin staat. En wij zien dat wel vol vertrouwen gemoed. De nieuwe directeur gaat per 1 maart aan de slag. Vanaf dat moment heeft Peet zijn handen vrij om nieuwe uitdagingen aan te gaan.